bouwt, dan is het voor een rukschrift dan dat je meters, We zijn hier vanmiddag bij Waal Partners in Naaldwijk en wij hebben onze jaarlijkse workshop georganiseerd. Samen met de gemeente Westland zijn de mensen uit het bedrijfsleven die in de bouw en vastgoed acteren samengekomen met de gemeentemensen, de gemeenteambtenaren die in het vakgebied ook bezig zijn. En dit keer zijn we ingedoken op het duurzaamheidsthema, het gasloos bouwen. Hoe zou je dat best kunnen organiseren en hoe zullen we daarmee ook in de toekomst verder moeten doen. Binnen VNO-NCW kennen wij ook de aanmoedigingsprijs Nieuwe Helden. En we hebben vandaag ook twee pitches gehouden met twee bedrijven die ook in de duurzaamheidshoek acteren. Ik ben Kees Anton van der Dol van Metro Polder Company en wij maken het polderdak. En met het polderdak bergen wij water op platte daken. Ja, we zien dat het klimaat verandert en we moeten daar de stad en de bedrijventerreinen moeten we daarop op aanpassen. Het gaat harder regenen, er komen langere perioden van droogte en ook extreme hitte. En daar moeten we iets tegen doen. En wij denken dat we met polderdak daar een goede oplossing voor hebben. Ja, het nieuwe aan dit product is eigenlijk dat er actief gestuurd wordt. Dus er zijn wel methodes van waterberging, maar dan gaat het water eigenlijk altijd langzaam van een dak af. Kan je dat niet vasthouden? En hierbij kan je het water echt vasthouden op je dak, zodat het ook ten goede komt aan je beplanting, waardoor je ook interessante beplanting kan doen, mooie planten kan doen die ook echt water nodig hebben. Wij denken dat wij de nieuwe helden van 2018 moeten worden, omdat we een hele eenvoudige oplossing, een hele logische oplossing hebben voor een heel lastig probleem, namelijk het veranderend klimaat. En daar zijn nu zeker in de bestaande gebouwde omgeving nog heel weinig goede oplossingen. Mijn naam is Robert Rosa en ik ben van Entasy BV, een klein bedrijf in Hoevelaken. En wij hebben de werelds beste technologie om CO2 direct uit lucht af te vangen en vervolgens om te zetten in alles dat gemaakt wordt van olie. Het allergrootste voorbeeld natuurlijk is dat we de CO2-concentratie uit de lucht verlagen. Daarmee kunnen we het klimaatprobleem oplossen. Want er zijn allerlei andere deeloplossingen, zoals die alleen maar minder CO2 uitstoten. Maar we moeten echt de CO2 uit de lucht onttrekken. En daar hebben wij dus groot opschaalbare technologie voor ontwikkeld. Westland is een hele mooie locatie binnen Nederland. Je hebt daar hoge dichtheid van kassen, ligt dicht bij de haven en andere zware industrieën. Je hebt hier ook Rotterdam Deek Airport en je hebt eigenlijk alle facetten binnen de klimaatverandering problematiek heb je bij elkaar. En dan is het mooi om op zo'n gebied zulke technologie te integreren en te demonstreren naar de wereld toe hoe je klimaatverandering op kan lossen. Nou, wij van Entasy vinden dat wij de nieuwe helden moeten worden, omdat onze oplossing een belangrijke bijdrage levert bij het vechten tegen klimaatverandering. 17 december aanstaande hebben we de eindejaarsbijeenkomst van VNO-NCW. De grootste bijeenkomst die we altijd organiseren, waarbij ik een oproep doe aan iedereen om er ook heen te komen. En daar zullen de drie genomineerden van de nieuwe helden uiteindelijk een definitieve pitch laten doen. En dan zullen wij de zaal vragen de winnaar te kiezen.